Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog van zowel de Vibra als de Zeeman. Ik heb weer het een en ander daar gekocht. Ik moet daar wel gelijk bij zeggen, het is niet allemaal van één keer. Dus sommige dingen die heb ik dan in delen gekocht. Maar goed, ik dacht het is wel weer leuk om jullie even te laten zien wat ik daar heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik bij zowel de Vibra als de Zeeman heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen even in beeld neerzetten. Sommige dingen die heb ik in de sale gekocht. Dus daar staat dan even een sterretje voor. En dan begin ik even met de spulletjes van de Vibra. En allereerst heb ik bij de Vibra een nieuwe Dusty gekocht. Ik vind Dusty echt heel erg fijn spul. Als ik zie wat het doet, word ik daar echt blij van. Maar je hebt dus nu een nieuwe. En dat is met Marseille zeep of Marseille geur. En dat leek mij zo lekker en ik vind de normale Dusty, die vind ik een hele onaangename geur hebben. Het spul is top, maar de geur, daar word ik nooit zo blij van. Dus ik was heel erg benieuwd naar de nieuwe Marseille variant. Er schijnt er volgens mij nu ook een te zijn met citroen, maar ik weet niet of dat dit hetzelfde is. Het is wel van Dusty, maar ik weet niet of dat ook die ontvetter is. Maar in ieder geval, het is dus gewoon de originele Dusty, alleen dan met Marseille geur. En dat leek me echt fantastisch. Ik heb ook het idee dat er meer in zit. Maar dat kan ook bedrog zijn omdat de fles een andere vorm heeft. Maar ik ben heel erg benieuwd hierna. Dus ik kan niet wachten om die weer te gaan proberen. Dan heb ik nog wat leuke oorbelletjes gekocht. En dit was in voetbalstijl. We zitten natuurlijk in het EK. Dus ik dacht deze zijn heel erg leuk. En ik heb allereerst voetbalschoentjes. En die kun je ook dragen als het geen EK is, want ik ben natuurlijk sowieso voetbalkijker. Maar die vond ik wel heel erg leuk, dus met voetbalschoentjes erop vond ik echt heel schattig. En ik heb ook deze en hier zitten balletjes aan met een hartje. Dus voetballetjes, hartje en een voetballetje. Ja, ik vond het echt super leuk en ze waren echt super goedkoop. Dus ik dacht, ja, die neem ik mee. Dan kan ik het met het EK een beetje dragen. Ik vind dat leuk. Het zijn natuurlijk gewoon van die oorbellen die je niet dagelijks altijd in zult hebben. Meer even voor een paar uurtjes, want het is natuurlijk er staat ook niet op wat voor materiaal het is. Maar ik vond ze in ieder geval gewoon super schattig. En voor het prijsje dacht ik, neem ik ze gewoon mee. Dan heb ik dit setje gekocht. En dit is eigenlijk een ontbijtsetje. En die vond ik heel erg leuk. Want het is een bakje met een beker. En hij is natuurlijk roze. Nou, qua ontbijt, ik eet geen muesli of iets. Maar ik denk dat het ook gewoon heel prima kan om bijvoorbeeld chipjes of porrelnootjes of zo uit te eten. Dus dat vond ik gewoon leuk, de combinatie. De mok is 380 milliliter en in het kommetje kan 500 milliliter. Dus best wel een groot setje. Je had hem in verschillende kleuren, maar ik vond uiteraard deze echt super leuk. Dus die heb ik ook meegenomen. Dan had ik ook wat kleding. En er zitten zelfs wat winterdingen bij, maar die komen dus echt dan, ja, dat was dan in de sale. Er zit hier zelfs nog een dingetje tussen. En dat is deze winterjurk met wit en zwart. Ik zal het ook even voor jullie aantrekken, zodat jullie even kunnen zien hoe dat dan staat. Dus dat is deze. En die vond ik wel gewoon heel erg leuk. Het is ook gewoon, ja, je kunt hem als jurk, maar ook gewoon als lekkere lange trui, weet je wel. In de winter, ik hou hier wel van. Gaan we nu natuurlijk niet dragen, omdat het zomer is. Maar ik vond hem in ieder geval wel echt super leuk. Ik vind de jurk echt heel erg leuk staan. Hij heeft een hele mooie lengte en hij zit ook eigenlijk wel heel erg goed. Ik vind het vooral dan ook heel erg leuk in combinatie met de legging. De mouwlengte is ook mooi. Hij is ook echt super warm, dus het is echt wel een winteritem. Maar dat geeft niks. Ik vind hem in ieder geval wel heel erg leuk en ik zou hem leuk combineren. Dan vond ik ook dit shirtje. Die vond ik ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Het is een paars kleurtje, lekker stofje ook. Het is een S'je. Hij ziet er best wel breed uit voor S. Ik ben benieuwd hoe het zit. En ik vond het gewoon een leuk kleurtje om ook in mijn kast te hebben. En ja, ook als het, weet je, het is nu wel zomer, maar we hebben ook wel temperaturen gehad die nog vrij laag waren. Die zelfs onder de 20 graden lagen. Nou, dan draag ik best nog wel zo'n shirt met lange mouwen. Dus ik vond het kleurtje ook heel erg leuk. Dus dat is deze.
Ik vind het shirtje echt heel erg mooi zitten. Hij zit ook mooi bij de mouwen. Hij valt eigenlijk ook op een mooie lengte. Ik zou er wel iets onder aantrekken, anders vind ik het heel erg bloot. Maar dat is een persoonlijke keuze. Ik vind hem zelfs nog wat uit de ruime kant voor een S'je. Maar ja, ik vind hem heel fijn. En dan heb ik dit gezellige jurkje. En deze komt uit de Yel collectie. Die vond ik ook heel erg leuk qua kleuren. Leuke roze met rood. Echt super leuk. Je kan het nu niet zo heel goed laten zien. Maar bij de aanbeelden zullen jullie het beter kunnen zien. Het is een viscose jurkje met knoopjes. En dan kun je hem strikken. Dus ik vind het zelf wel heel erg leuk. Ook leuk om te combineren. Dus ja, die vond ik wel heel erg leuk. Ik vind vaak dat die Yel echt wel hele leuke producten heeft. Dus ja, dat jurkje vond ik heel leuk. En ook deze kant zou prima in de zomer kunnen. Want het is best wel een lekker stofje. Inderdaad, als die temperaturen toch wat lager zijn. Dus ook echt super leuk. Ook dit jurkje heeft eigenlijk een hele goede lengte, vind ik zelf. De knoopjes vind ik wel wat kwetsbaar. Daar moet je echt heel voorzichtig mee doen. Anders kunnen ze eraf liggen. Maar ik vind het er wel heel erg leuk uitzien. Het strikje ook die erop zit is gewoon heel erg leuk. Waardoor je echt een heel leuk effect krijgt. Hij zit best wel ruim voor een S'je. Je ziet het aan de mouwen, maar hij zit echt leuk. Dan ga ik door naar de spulletjes van de Zeeman. Bij de Zeeman heb ik allereerst zo'n riem gekocht. Die kun je aan een tas hangen. Ik heb nog wel eens van die tasjes waar dan niet zo'n heel stevig riempje aan zit. En dan kun je dus zelf een riem aanmaken. Je hebt meer verschillende kleuren. Ik heb voor deze gekozen. Vond het wel een leuke combinatie. Leuke kleurtjes wel. Kijk, en dan kun je hem gewoon zelf langer maken. En dat is gewoon handig om, ja, dat je een beetje kan combineren. Dus dat is deze. Ik moet wel zeggen, niet alle winkels hebben ze. En de kleuren zijn best wel verschillend. Maar ik vond het wel een gezellig kleurtje. Om het een beetje een speels effect te geven. Dan heb ik ook twee riemen gekocht. En die vond ik echt super leuk. Ik heb hier allereerst een roze riem. En deze is 105. En die kun je dus gewoon heel erg leuk combineren met een jurkje. En dat vond ik wel leuk. Het is een soort van, ja, ik weet niet eens precies hoe dit heet. Maar het is op zich wel een lekker stofje. Staat het misschien achterop waar het van gemaakt is. Je kunt hem wel op de hand wassen. Poloprem zit erin. Zeg ik dat goed? Pilioprem. En latex. Nou goed. In ieder geval deze roze kleur. En die heeft dan gewoon zo'n band, zeg maar. Maar ik zal het zo even laten zien als hij door ook om de kleding heen zit. En die heb ik ook in een lichter kleurtje. Deze is iets korter. Deze is 95 centimeter. Je ziet wel, het wordt wel, kijk, het geeft soms wel wat dingetjes af. Maar ik vind het wel een leuke riempjes. Gewoon om te combineren bij een jurkje, zodat je het net wat speelser kunt maken. Vind ik zelf altijd wel leuk. Ik vind de riem er echt heel erg leuk uitzien. Vooral in combinatie met het zwart jurkje. Ik heb ze op mijn heupen en dan blijven ze ook eigenlijk goed zitten. Wel is het handig om een stukje om de riem heen te doen. Zodat je die flap aan de zijkant weg kunt steken. Want anders dan valt die steeds naar de zijkant of naar voren. Dat vind ik zelf een beetje onprettig. Maar ik vind het er heel leuk uitzien. Even kijken nog. Oh ja, dan heb ik nog zo'n stiek voor mijn haar. Ik vind deze heel leuk omdat ik dit effect heel leuk vind wat er aan zit. Dus een soort scrunchie met dan zo'n leuk effect aan. Ik heb er al een aantal en ik vind die heel erg leuk. En ik vond deze wel leuk want die heeft een soort glimmertje erin zitten. En het loopt heel erg leuk speels uit. Bijvoorbeeld ook leuk met feestdagen of zo. En deze gaan ook eigenlijk best wel goed om mijn haar. Want ik heb natuurlijk dik haar. Maar deze gaan eigenlijk er best wel goed op. Dus ja, ook wel heel erg leuk. Dan heb ik nog zo'n bakje gekocht voor kwasten. Ik vind het ook wel handig op zich om mijn kwasten erin te leggen. Als ik dan wat kwasten heb die ik al heb gebruikt, dat ik weet dat ze gewassen moeten worden, kan ik ze in dit bakje leggen. Dan weet ik, oké, die zijn vies. En je kunt natuurlijk ook je kwasten hierin meenemen voor op vakantie of zo. Je hebt ze ook in variant met een tandenborstel, maar dus ook deze met make-up kwasten. Hier zitten trouwens wel wat vlekken op, daar moet even een doekje overheen gehaald worden. Maar die vind ik wel heel erg handig. Ik had er al eentje, ik dacht eentje is eigenlijk een beetje te weinig, maar elk jaar hadden ze ze niet en nu hadden ze ze weer volop. Dus dat is deze. Dan heb ik nog twee pyjama broekjes gekocht. En dat zijn deze. Ik vind die van de Zeeman ook echt super fijn. Ik vind die heel erg lekker. Ook gewoon
Als ik s'avonds ben gedoucht en het is warm weer om zo'n broekje aan te trekken, vind ik heerlijk. Ik heb ze in een maatje S gekocht. Ik heb trouwens alle andere kleren ook in maatje S gekocht van de Vibra. Dus deze vind ik gewoon heel erg fijn. En ze hebben vaak hele leuke printjes. En het is een heel lekker stofje, want het is... Het voelt als katoen, maar nou weet ik niet of ik daar gelijk in heb. Nee, het is wel viscose, maar... Ja, het zit wel heel erg vol. Ik vind het gewoon heel erg fijn. Dus dat is deze met een paars printje. En die heb ik dan ook met een blauw printje. Precies dezelfde. Het zijn ook hele leuke en lekkere luchtige broekjes. Ik vind ze ook heerlijk om in te slapen. Echt fantastisch. Dus ja, ik dacht dan heb ik in ieder geval weer twee bij. Ik heb laatst ook al zo'n set een keer gekocht bij een kruidvat. En die zitten ook echt super lekker. Maar deze broekjes van de Zeeman vind ik echt heel erg fijn om in te slapen ook. De broekjes zitten echt ook weer heel mooi. Ze hebben gewoon een hele goede lengte. Je kunt ze dus ook nog strikken door het touwtje wat er doorheen zit. Maar ik vind het gewoon een hele fijne lengte. En ja, ik ga natuurlijk niet mee naar buiten. Want ik doe ze gewoon puur aan met slapen of gewoon 's avonds op de bank. Ja, het is ook een stofje dat niet zo makkelijk zweet. En dat vind ik zelf wel heel erg fijn. En ja, zoals ik al eerder zei, ik vind ze gewoon heerlijk om in te slapen ook gewoon. Dan heb ik nog een jurk en dat is deze roze. Die vond ik echt heel erg leuk. Die heeft een kort mouwtje, dus die is heel erg geschikt voor de zomer. Zit hier zo met een knoopje, dus daardoor, ja, je moet er denk ik wel wat onder doen, want anders is het denk ik wel heel erg open. En dan kun je hem zo leuk zo strikken met een, ja, er zit dus een strik in. Of niet, zit er nou geen strik in? Ik zie hier een strik. Oh nee, je moet hem zelf even strikken. Maar goed, dat ga ik wel zien met aantrekken. Dit is wel een heel erg lekker stofje trouwens. Dit is ook viscose. Maar ja, het voelt wel heel erg lekker aan voor de zomer ook. Dus dat is deze. Maar ook hiervan zullen we het zo beter zien met de aanbeelden. Maar ik hoop dat jullie de kleur goed kunnen zien. Dus ik vind hem wel heel erg leuk. De jurk zit echt heel erg lekker. Je kunt hem strikken doordat er in de zijkant van de jurk een gaatje zit waardoor je hem doorheen trekt. En dan kun je hem strikken op je rug. Het knoopje is fijn als extraatje. Ik zou er zelf wel wat onder dragen, want dat vind ik gewoon net iets fijner. Hij sluit ook mooi aan de onderkant, dus je hebt geen inkijk. Dan heb ik ook dit vrolijke jurkje. Die vind ik ook heel leuk. Is een wat langer model. Vind ik heel gezellig. Deze is wel met lange mouwen. Ook deze is gemaakt van viscose. En ja, vind ik ook wel heel erg leuk. Die kun je dus ook strikken. Dus dat ziet er denk ik wel heel gezellig uit. Leuke lengte ook. Ja, is wel misschien weer meer een beetje richting de herfst. Maar net wat ik zeg, als je dagen hebt dat het gewoon echt minder weer is, kan dit ook prima. Dus dat is deze en die vind ik ook wel echt heel erg leuk. Ik vind het een beetje lastig om zo te laten zien. Maar dat komt goed zometeen met de aanbeelden hoor. Deze jurk zit vrij lang. Hij zit wel heel erg mooi. Hij valt echt wel tot bijna boven de voeten. En ik vind dat zelf wel heel leuk. Want eigenlijk zou je hem in de zomer ook prima kunnen dragen met een leuk sandaaltje of een slipper hierdoor. Dus ja, ik vind zelf... Nu ik wat ouder word, het ook wel leuk om wat langere jurkjes te dragen. Hij zit bij de mouwen eigenlijk ook wel heel erg goed. En ik vind hem op de achterkant er ook mooi uitzien. En ik vind het leuk dat je hem dus kunt strikken. Dus dat maakt het net iets speelser. Dan heb ik deze jurk en deze is echt voor de zomer. Het is een zwarte, strakke jurk. Ik vind hem echt heel erg leuk. Want kijk, hij ziet er zo uit. Hij heeft, als het goed is, ook hier een splitje. Kijk, aan de zijkant, dus dat is wel heel erg leuk. En ik dacht, dat is ook wel heel erg leuk met zo'n riem om te combineren. Heeft gewoon een soort, ja, het is gewoon een soort hemdmodel. Ik vind dat zelf wel heel erg leuk. Hij is denk ik wel heel strak, dus ik ben heel benieuwd hoe het zit hoor, met aantrekken. Want dat gaan we zo zien, dus ik vind hem er wel heel, heel leuk uitzien. En dat is, vind ik dan leuk om te combineren met zo'n riem bijvoorbeeld. Dus ja, ook een heel leuk, gezellig jurkje vind ik dit. Ook deze jurk zit echt heel erg mooi. Ik vind het leuk dat het zo'n strak model is. Ik hou er wel van en ik vind hem gewoon heel erg netjes zitten. En ja, hij zit ook wel heel erg lekker, vooral met warm weer denk ik. Ik vind die splitten aan de zijkant het ook wel heel speels maken. Ik vind ze zijn heel netjes nog, waardoor je eigenlijk niet te veel been ziet, maar wel een heel klein beetje, wat het wel leuk maakt. Het laatste wat ik heb is ook weer een kleding en dat is een combinatiesetje. Ik heb hier een kort broekje in een leuk roze kleurtje. Ook deze is van viscose, zag ik er gelijk bij. En het is gewoon een heel gezellig broekje.
En dat is gewoon een leuk kort broekje voor de zomer natuurlijk. En ik dacht, hoe leuk is dat om te combineren met dan zo'n roze shirtje erop. Hij ziet er een beetje kort uit, jongens. Nou ja, we gaan het zo zien met aantrekken. Ik weet niet wat hierop staat. Dit is wel katoen. Dus ik dacht, dat is wel ook wel een leuk setje. Nou ja, met echt hele warme temperaturen draag ik liever mouwloze kleding. Maar ik vind hem er wel heel leuk uitzien. Dus ik dacht, dit is wel een leuk combinatie setje. Dus ik zal hem ook als combinatie setje aantrekken. Zodat jullie kunnen zien hoe dat eruit ziet. Maar ik vond dit ook wel heel erg leuk. Ik vind het combinatiesetje wel heel leuk. Het shirtje is inderdaad iets korter, maar doordat ik het broekje wat hoger heb opgetrokken, valt het minder op. Wel schijnt het broekje licht door, dus daar kun je beter een beetje rekening mee houden. De lengte van het broekje vind ik ook wel heel erg leuk en ik vind het heel handig dat er ook zakken in zitten. Ja, vind ik fijn. Nou, dan waren dit alle spulletjes die ik heb gekocht bij zowel de Vibra als de Zeeman. Ik ben er heel erg blij mee. Ja, niet alles is helemaal zomergerelateerd, maar er waren dus ook dingen in de sale bij. En dan denk ik van ja, dan kost het gewoon een stuk minder en dan heb je alvast weer wat voor de wat koudere dagen. Ik ben eigenlijk benieuwd wat voor item jullie het leukst vonden wat hierbij zit, als je dat tenminste vindt, hè? Want het is natuurlijk heel, heel persoonlijk. Ja, ik ben er blij mee. Ik ga alles lekker uitwassen. En dan, ja, de zomerdingen die kan ik al gaan dragen. En ja, als de temperatuur weer wat kouder wordt, dan kan ik ook de lange mouwen weer aan. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!